Ondanks de 1600 handtekeningen en veel protest van bewoners tegen het schrappen van de haltes, verdwijnt buslijn 57 in zijn geheel uit Beek. Ook lijn 58 ondergaat een verandering. De bus rijdt nu 2 in plaats van 1 keer per uur vanuit Nijmegen richting Kranenburg. Op het moment dat er op de Rijksweg 2 nieuwe haltes worden geplaatst, stoppen de bussen helemaal niet meer in het centrum van Beek. De bussen vertrekken vanaf dan in Nijmegen via station Heijendaal en niet meer vanaf het Centraal Station. Met de aanpassing is het de bedoeling dat zowel studenten als personeel van de Radboud Universiteit die woonachtig zijn in Duitsland, mee profiteren. De aanpassing gaat ten koste van de haltes in het Beekse centrum. Inwoners van Beek hebben zich om die reden verzet tegen de beslissing van de provincie. Zij vinden dat er te weinig opties overblijven voor het openbaar vervoer in het dorp.